Even een gewetensvraagje. Hi, ik ben Find the Creator. Ik maak content op het internet. Een gewetensvraagje voor de donkere mensen onder ons. Ben je wel eens ergens binnen gestapt? Je hebt een probleem en bent op zoek naar een oplossing. Je stapt een speciaalzaak binnen. En wat of wie zie je daar achter de toonbank staan? Een zwarte broeder of zwarte zuster? Oké. Goed, nu komt mijn vraag. Betrap jij jezelf er ook wel eens op dat je dan en dan op dat moment gelijk vraagtekens stelt bij de kwalificatie van onze broer of zus of hij of zij je kan helpen met het probleem? Ik zeg nu een speciaal zaak, maar als we in de praxis of de gamma rondlopen en we zien in een mooi rood shirt een donkere broeder voorbij komen of een donkere zuster, ben je geneigd je vraag of je probleem voor te stellen aan je broer of zus? Of ga je er wellicht van uit dat ze je niet kunnen helpen? Dat ze ongetwijfeld niet professioneel genoeg zijn, geen verstand hebben, het werk wat ze doen, laat staan dat ze je kunnen adviseren over jouw probleem. Ik praat eigenlijk hardop en jullie kijken mee. Betrap jezelf daar wel eens op. Dat je een vooroordeel hebt over je eigen mensen. Gooi het maar even breed over je eigen mens. Lichtbruin, donkerbruin, maak even uit je eigen mens. Ik moet eerlijk zeggen, ja. Ja, dat heb ik. En wees gerust, het komt natuurlijk wel ergens vandaan, hè? Het is niet dat het vertrouwen zomaar is weggegaan of weggenomen. Het komt ergens vandaan. Waarom? Het zijn eigenlijk gevolgen van hoe we een klein beetje naar onszelf kijken als zwarte mensen. En hoe we dus ook naar anderen kijken. Wanneer ik herken bij mezelf hoe snel dit ook maar gaat, hè? Want het hoeft niet actief te zijn dat je denkt aan die persoon of je kan me niet helpen. Nou, je hebt gegeven. Nee. Dat dit soort processen gaan heel snel. Binnen 2 seconden korter heb je in je hoofd gezegd ja of nee. Of je gaat al op zoek naar een ander iemand die je kan helpen. Misschien een wit persoon. Huh? Maar wanneer je dit bij jezelf herkent, en ik herken dit gedrag bij mezelf ook, 1 ding wat ik doe. Ik geef op dat moment mezelf een correctie. Ik ga mijn gedachten, op dat moment ga ik mijn gedachten corrigeren. En omdat ik mijn gedachten gecorrigeerd heb, ga ik me ook anders gedragen. Want wanneer ik op basis van vooroordeel ook nog eens in de toko van mijn broer of zus ben, Waar ze werken. Misschien heb ik ze vaker daar gezien. Waarom vertrouw je er niet op dat je broer of zusje goed van dienst kan zijn? Waarom vertrouw je daar niet op? Waarom geef je mensen in ieder geval een kans? En dat is eigenlijk het gedrag wat ik bij mezelf heel erg aan het corrigeren ben. Kijk, ik ben een hele handige jongen en ik ben ook heel technisch. Dus wanneer ik met een probleem zit, is het over het algemeen best wel een irritant probleem, ja. Maar dat hoeft geen uitdaging te zijn voor de mensen van mijn eigen kleur. Ik bedoel, stop de onzin. Dus ik corrigeer mezelf heel actief. Ik corrigeer mezelf constant actief wanneer dit soort bedoelingen of gedachten door mijn hoofd heen gaan, waar ik twijfel aan de kunde en kennis van mijn broeder of zus. En nu komen we eigenlijk op het punt waar ik naartoe wil komen. Ga ervan uit dat wanneer je met mij bemoeit, dat je ervan uit mag gaan dat ik mijn best doe om de beste kwaliteit aan je te leveren. Punt uit. Het is wie ik ben. Het is daar waar ik voor sta. Ik train mezelf elke dag
zojuist ook terugkomend van de supermarkt of van het winkelcentrum hier, om juist mijn zwarte mensen, of juist de kennis van mijn zwarte mensen meer op te zoeken. Of eigenlijk het te stimuleren. Want natuurlijk kan je iemand de vraag stellen, iemand heeft het antwoord niet direct. Is dat het probleem? Immers heb jij het antwoord ook niet. Zo help je elkaar. Zo help je elkaar vooruit te komen. Zo groeit er vertrouwen in die eigen huidskleur. En de reden waarom ik deze video opneem is omdat wanneer ik voor mezelf merk, en ik ben niet echt iemand die op basis van vooroordelen heel erg oordeelt, ik ben wel iemand die op basis van kennis en heel snel dingen kan vooruitberekenen en kijken. En daarop onze beslissing maken. Maar wanneer ik bij mezelf merk dat dit gedrag bij mij aanwezig is, hoe groot ik er ook tegen vecht. En ja, het is bij iedereen wel aanwezig. Maar uit hoe hard je schreeuwt. Nee hoor, ik ben niet zo. Maar hoe meer ik hier tegen vecht, des te beter het ook gaat zijn voor mijn eigen zelfbeeld. En het vertrouwen in die huidskleur. Dus als je in een winkel binnenstapt en je ziet een zwart persoon, ga verder waar je mee bezig was. Stel je probleem voor. Of je ziet een zwarte professional. Geef die persoon minimaal voordeel van de twijfel. Laat je adviseren. Luister, laat je adviseren. Een second opinion kan altijd. Maar zoek de bedoelingen bij zwarte mensen. En ik ga niet zeggen, ik heb een heel zwart kanaal. Nee, dat is het niet. Maar ik heb op mijn kanaal wel bepaalde thema's uiteraard die ik aansnij. En dit is een thema voor de zwarte mens. Ga die professionals in de vorm van zwarte mensen opzoeken. Because they're out there. En ze zijn voortreffelijk in het doen van hun werk. Dit was even een korte boodschap waar ik het heb gehad over vooroordeel. En dat we dat moeten doorbreken naar elkaar toe. Ik ben Find the Creator. Ik maak content op het internet op mijn YouTube kanaal. Like en share deze boodschap voor degenen die het interessant vinden. En abonneer vooral op mijn kanaal. Want het zou leuk zijn als meer zwarte jongens zoals ik vanuit Surinaamse afkomst een klein beetje meer naar voren geduwd wordt in dit landschap. En dat we ook onze kans krijgen om ons ding te kunnen doen. Dus like en support. En share deze video. Ik ben Find the Creator signing off. Bye bye.